Al vroeg in het duel tegen NAC krijgt FC Groningen te maken met de tegenvaller. Want Andreas Krankwist kopt de hoekschop van Luiks achter invallerkeeper Brian van Loo. Die bal wordt bij de eerste paal gegeven en Michael en Andreas die vliegen van me allebei op die bal. En ja, zonder dat de eentje hem goed weg kan koppen, raakt Andreas iets aan en die kopt hem eigenlijk binnen. Ik denk dat een NAC breder speler was in mijn rug en ik probeerde naast de doel te koppen. Ja, dat is er geen hou aan, denk ik. Nee, ja, dat verwacht je niet. Nee. Hoe snel zet je zoiets van je af? Nou, ik moet terug naar de wedstrijd, terug in de wedstrijd. En je moet ja, niet denken op de doel. Is 18 minuten stil in de wedstrijd en je moet concentratie behouden. En nou geeft Kuipers een strafschop omdat een nakker een Groninger zou hebben weggeduwd. Hij is heel gedecideerd. De toegekende strafschop wordt benut door Krankwist, die daarmee zijn eigen doelpunt weer recht zet. Wat is jouw geheim bij de penalties? Nou, ik probeer naar de doelman te kijken en wachten op hem. En vandaar was hij echt stil en ik heb een hoek gekiest naar voren de pen. En vandaar was het geen probleem. Naarmate de eerste helft vordert, wordt FC Groningen steeds sterker. En Gonzalo Garcia laat het publiek genieten van een aantal technische hoogstandjes. Speelde goed voetbal, creëerde veel kansen, rust aan de bal, hoge balsnelheid. It's a real battle from us today and I think everybody stands up really good. But that's what you need sometimes. Stembal van richting veranderd. Maar Tafs, nou wordt er gefloten en krijgt Groningen opnieuw een strafschop. De tweede strafschop van Krankwist is een kopie van de eerste. Waarom koos je bij beide dezelfde hoek? Ik denk dat de laatste wedstrijd ik heb de andere hoek geschiet. So, ik denk dat de keeper heb gezien. En de tweede, ik denk dat de keeper aan de andere kant kiest. En ik schiet een hard in dezelfde. In de tweede helft hoeft Brian van Loo een half uur lang amper in actie te komen. Ik heb aardig wat ervaring en ik weet hoe ik mijn achterhoede neer moet zetten. Dus ik ben heel druk met de coaching. En op het moment dat je daar je focus op houdt, blijf je ook heel geconcentreerd. Dus mocht er dan een bal op goal komen, dan moet je er ook staan. En dan sta je er vaak ook. En hoe blijf je warm? Nou, ik moet zeggen dat ik er niet zo koud op had. Ja, viel mee. Ja, serieus. Ja, ik heb wel andere omstandigheden meegemaakt hier. Dus was dit prima. En Groningen stapt steeds verder achteruit. Kees Luijks, goede bal. Amoa! We really want that third goal because that gives us the moment to, breathe a little bit and not being in the not panic, but there's always in the back of your head that if you make a mistake, they will score. Dat zit erop. FC Groningen wint met 2-1 van NAC en komt daarmee op gelijke hoogte met Ajax. We zijn een bepaalde weg ingeslagen en kijken waar het eindigt, maar tot nu toe hebben we een hoop punten verzameld en die pakken ons er niet meer af. It's very beautiful at the moment, but I think everybody needs to stay grounded and not get too carried away. Otherwise, we're just another average season, and we don't want it to be like that. We want to be at the top when all the games are played.